Hallo allemaal, een hele goede avond. Ik ben zojuist bij Hoogvliet geweest en daar heb ik 2 tasjes gescoord. Nou, dat is lang geleden. Yes. Ze zijn niet heel vol. Maar goed, we gaan zo kijken wat erin zit. Eerst heb ik de gewone boodschappen te laten zien. Want een van jullie vroeg, ik wil graag weten wat je ongeveer koopt. Want ik koop altijd te veel. En dan ben ik ook nog heel veel geld kwijt. En dan denk ik, ja, wat heb ik nou helemaal gekocht? Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want dat is maar zo gedaan, hè? Ja. Ik ga je laten zien wat ik gekocht heb. Maar ik moet er wel bij aantekenen dat ik nog van alles in huis heb. En dat ik deze week 2 keer niet thuis eet. Oh. Ik heb om te beginnen nog een beetje, ik heb vanavond jullie eerst nog gegeten en donderdag doe ik dat weer. En hier heb ik voor Martien, voor de volgende keer als ik niet thuis eet, een stampotje rauwe andijvie. Echt waar? Met 3 gehaktballetjes overgehouden. Fijn, hè? Fantastisch. Vandaag had hij ook een bakje uit de vriezer. Ik heb een slecht leven. Heel slecht leven. Wat heb ik gekocht? Een heel volkoren. Biologische spekjes. Dat is logisch. Die maak ik met ijswerksla. Een vers eitje, die koop ik altijd al bij de boer. Dus die zou je niet in mijn boodschappentas zien. Avocados. En verse frietjes. Dat is dus een Caesar salad met patatjes. Dat is ook 1 maaltijd. En dan heb ik van die hele mooie grote champignonnetjes. Wat de kanonnen. Want ik heb nog een pastaatje in de vriezer. En dan doe ik wat verse chaklons bij. En dan ben ik weer klaar. Lekker tomaten. Trooi maar. Voor op brood of in de pasta. Kaasje appeltjes voor Marty. 1 apple a day, hè? Ja. Keeps the doctor away. Of meer. En Nou, rust aan een beetje. Het kan wel dat het was hoor. Het ging heel voorzichtig. En bananen. Leek een beetje groen. Ik ben net als Sofie. Ik heb ze liever niet te geel. Dus. Het schaaltje. Leuk toch? Pak je toosjes. Want we hebben altijd wel weer nog een kaasje over voor erop. Pers sinaasappels. Heel goed. Voor de broodnodige vitamine. Fisherman's friends, kan niet zonder. Met Jules dadels. Die hebben ze niet altijd, maar die hadden ze. Voor die taart? Voor die taart. Oh, ja. Dat ga ik jullie nog laten zien. Oh, dat heel is lekker. Een lekker receptje. Oh. Dat is ook heel leuk om thuis te maken. En 2 Livella. Cola hebben we ook altijd voor Smartin, maar die was er nog. Dus dat waren de gewone boodschappen. En hier doe ik dus wel mee tot aan het weekend. Want donderdag maak ik een filmpje met Sophie en Omi. Het volgende weekend. Dat wist ik niet. Dat is leuk, hè? Want jullie vroegen allemaal hoe het was met haar. Dus dan kan je het zelf met eigen ogen aanschouwen. Nou, en wat zit er in de Too Good To Go, jongens? Ja, dat ben ik ook onbenieuwd. En wat zit er in die andere tas dan? Mijn spullen. Oh, van okay. Omi. Okay. Mijn telefoon en de boeken die ze uit heeft. Nou, toen moet ik er klaar voor. Een beetje kleine tasjes. Ja, het was ook niet zo zwaar. Niet zo vol, denk ik. Spersieboontjes. Spersieboon. Gaar. Gaar? Oh. Gekookt. Alleen maar op warme dus. Ja. Hmm. Met bakje en al. Sla. Altijd goed. Andere sla dan ik heb gekocht. Oh, kijk eens zo lekker. Meer granen eierkoeken. Bolle. Eierkoeken, oh. Heel lekker, hè? Ei. En? Salade. Denk nee, ik denk een kant-en-klaar maaltijd met fusilli. Oh. De la chef, daily chef. Kan jij wel waarderen, denk ik. Ham en prei met pasta. Nou, ik eet ook buiten de deur deze week. Ik eet ook buiten de deur deze week. Ja, zoiets, ja. Wat is dit? Het lijkt wel zalm, maar dan gemarineerd. Op zich goed. Ook met zo'n dingetje. Kan je zo in de oven zetten, zonder het plastic. Oké, en dit is prima. Dat is gesneden kaas van Maaslander.
Oh, er kan er sowieso niks mis mee zijn. Nou, dan valt het toch wel mee. Valt het wel mee, hè? Ja. Ja. 4, 6 artikelen, waarvan 1 best wel duren. Nou, niet gek. Box nummer 2. Schnitzels. Allee. Zigeunerschnitzels. 3. Wie de eindzigeuner? Oké. Okay. Nog een kant-en-klaar maaltijd. Maar dit is pennen met zalm. Dat is wel weer handig, want er kan deze zalm bij. Zie? Mm-hmm. Oh, en die hebben we nog een keer. Wat is dat? Ook die zalm. Oh. Ik zie het nu. Er zit een stokje aan. Hij is voor op de bark. Oh, oké. Okay. Nou, dat kunnen we best wel doen. Kan ook. Wat mooi kan weer. Ook invriezen als je hem gewoon bewaart voor als het een barbecue. Ook hier een bakkersartikel en wel 5 gevulde koeken. Ja. En nog een maaslander. Nou, kijk aan. Ja. Ik heb wel de indruk dat het iets minder is dan anders. Ja, ik ook. Het is wel oké. Okay. En er zitten ook geen dingen in die we niet op zouden eten, wat ik de laatste tijd een beetje had. Ja. Met die gortenpap en zo. Nou, ik ben wel tevreden. Belegen 50 plus. Ja. Dus heel vol vet dus. Ja. Oké. Okay. Nou, top. Ja. Helemaal prima. En zoals gezegd, gaan we donderdag een leuk filmpje opnemen in Leers. En nu ga ik niet koken, want we hebben al gegeten. Ander keertje laat ik jullie die koek zien. Bedankt voor het kijken en voor het abonneren. En voor alle goede wensen en suggesties. Heel leuk. Er was nog iemand die zei, kan je een keer cupcakes bakken? Kan ik ook. Maar ik ga beginnen met die andere koek. Niet nu, maar een ander keertje. Ja. Graag tot donderdag voor jullie vrijdag. Doeg! Doeg!